We hebben de ergste fase van de crisis al overwonnen. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er nu al een stuk stabiliteit te zien is en in het komend jaar zal de economische groei van ons land inzetten. Het staatshoofd meent dat we met z'n allen moeten bouwen aan de toekomst van ons land. Als we daadwerkelijk de ontwikkeling van gezondmaking van ons land een duw in de rug willen geven. Santokhi benadrukt dat Suriname genoeg potentie heeft om de gewilde ontwikkelingen op gang te brengen. Suriname heeft enorm potentieel. Rijke menselijke hulpbronnen, immense natuurlijke rijkdom. En het heeft de kracht om ons leven te veranderen. Er zijn zaken, ja, die veel beter kunnen. En dat erken ik en daar werken wij ook aan als regering. Met het goed uitvoeren van het herstelplan kan Suriname binnen enkele jaren uit het moeras worden gehaald. En als president verzeker ik u dat ik geen enkel middel onbeproefd zal laten om duurzaam welzijn voor iedereen, voor elke Surinamer te garanderen. Lobby Bradangasiza, om onze economie weerbaar en sterk te maken, moeten we onze natuurlijke hulpbronnen goed benutten ten voordele van land en volk. Het beleid is erop gericht om de natuurlijke hulpbronnen die aanwezig zijn aantrekkelijk te maken voor investeerders, maar tegelijkertijd ook maximaal hieruit te halen voor onze samenleving. Santokhi benadrukt dat Suriname met verstandig beleid veel meer gaat bereiken. Met de potentie van ons land en volk kunnen we Suriname duurzaam uit de crisis halen. Met dezelfde potentie kunnen we volgens de president werken aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie. En zo gaan we ook samen de COVID-19-pandemie overwinnen. Het begint met vaccineren. We moeten samen onszelf beschermen tegen het coronavirus. En samen gaan we de pandemie overwinnen. En daarom is deze regering al bezig met het uitwerken van een post-COVID-19-strategie. Samen, zij aan zij, schouder aan schouder, gaan we het land weer opbouwen. President Chandrika Prasad Santokhi, hij sprak gisteren bij de officiële ceremonie in verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid.